iedereen, welkom op een nieuw filmpje van TechnoGuide. En het is tijd om jullie een nieuw product voor te stellen. Een product dat we eigenlijk al een hele tijd in gebruik hebben, dat we nu goed bevonden hebben en echt zoiets hadden van dit moet gewoon in ons gamma komen. En wat is dat product precies? Wel, dat zijn de slimme deursloten van Nookie, of Nookie zoals je het eigenlijk schrijft. Nu, wat is dat precies? Nookie is een bedrijf uit Oostenrijk en die heeft al enkele jaren heel veel gewerkt op het bouwen van slimme deursloten, maar op zo'n manier dat je dat kan plaatsen gewoon op een bestaande deur. Er zijn verschillende producten en ik zal ze allemaal ook een beetje overlopen zo meteen, maar het belangrijkste is dus eigenlijk dat je gewoon zeg maar, op je voordeur, aan de binnenzijde van je voordeur, een slim deurslotmodule kan plaatsen. Die is batterijgevoed, dus je hebt geen stroom of zo nodig. En die gaat als het ware op jouw commando, of met verschillende parameters die je kan instellen, jouw sleutel omdraaien wanneer je bijvoorbeeld voor je deur staat en graag binnen wilt. Op die manier is het gewoon super makkelijk om je huis binnen te komen. Uiteraard ook wel veilig, want dat is alleen maar voor jou. Maar je kent dat scenario wel, hè? Je komt thuis van de supermarkt, geladen en gepakt en gezakt met de boodschappen. Ja, dan moet je gaan zoeken naar jouw sleutel, hè? Tussen die sleutelbos enzovoort. Wel, het is allemaal voorbij als je zo'n Nookie-systeem plaatst op je deur. Zoals ik al zei, Nookie is al een tijdje op de markt. Dus je merkt ook gewoon dat dit een product is dat echt volwassen is. En daarmee bedoel ik ook de software, de mogelijkheden die je daarin ziet, de vragen die je misschien zou hebben, hè, vragen die bij je opkomen, kan ik dit, kan ik dat? Wel, dat zijn allemaal dingen die al in de software zitten. Dus je merkt dat je een bepaald niveau van volwassenheid hebt van dit product. En dat maakt het ook net zo mooi. Het is een Europees product, dus ook naar veiligheid en security toe enzovoort, zit dat echt allemaal heel goed in elkaar. Nu, hoe werkt het precies? Hè? Je hebt een gamma aan producten van Nookie, maar ik ga eerst even het standaard deurslot bespreken. Wel, het standaard deurslot is een module die je dus aan de binnenzijde van je deur over je sleutel heen plaatst. Dat dient wel een slot te zijn met een dunne sleutel. Hè? Dus niet zo die hele dikke sleutels van de deuren van vroeger waar je heel hard aan moet draaien. Dat kan dit slot niet bedienen, want het is batterijgevoed, dus dat moet een nieuwe, moderne sleutel zijn. En dus het Nookie gaat als het ware over die sleutel heen geplaatst worden. Nadat je hebt gecalibreerd, dan ga je gewoon onmiddellijk ook het deurslot kunnen gebruiken. Dus standaard is zoiets compatible met Bluetooth. En kan je dus als je binnen bereik bent met je gsm, gewoon je deurslot open doen of dicht doen. En ga je ook nog een Nookie Bridge toevoegen, dan kan je hem ook toevoegen aan je netwerk. En eens dat hij in je netwerk zit, dan kan je natuurlijk van eender waar ter wereld jouw deur sluiten, jouw deur open doen en ook weten of jouw deur open of gesloten is. En dat kan je dankzij een sensor die meegeleverd wordt, die we naast de deurslot plaatsen. En op die manier kan hij de afstand meten tussen jouw deurframe en de deur op zich. En zo weet Nookie ook of jouw deur open en dicht is. Wel een heel handige functie. Standaard werken die dingen eigenlijk allemaal met jouw smartphone of tablet, waar je dan ook de Nookie app op installeert. En gaan we ook samenwerken, dus niet alleen met Bluetooth, maar ook via wifi, maar ook via GPS. Dus je gaat als het ware een zone rondom je huis afbakenen in GPS. En ga je bijvoorbeeld even weg, kom je daarna terug en kom je binnen die perimeters, dus binnen die straal, via de GPS-signalen dicht bij jouw woning, dan gaat Nookie zich voorbereiden om jouw deur open te doen. Uiteraard gaat hij de deur niet open doen als je nog ver weg om de hoek bent, maar die maakt zich eigenlijk klaar, dus die gaat eigenlijk wakker worden. En het moment dat je binnen meters bereik zit van jouw slot en jij hebt ingesteld dat je dus de auto-unlock functie wilt gebruiken, dan gaat gewoon jouw deur open gaan. Dus het is niet alleen het deur vergrendelen en deur sluiten, ook dat laatste tikje zeg maar, om de deur open te doen, waarbij die net een centimeter komt open te staan, dat doet Nookie ook als je de auto-unlock functie instelt. Je hebt ook naast automatisch de deur openen, ook automatische schema's die je kan doen om je deur te sluiten. Bijvoorbeeld 22:00 hè, veel mensen kennen dat, nog even rap naar de deur gaan, de deur nog even op slot voordat je gaat slapen. Wel, dat moet niet meer, want dat kan je gewoon met een schedule instellen. Zowel sluiten als openen is gewoon net zoals je een kamerthermostaat zou programmeren, kan je daar dus gewoon tijdschema's voor inbouwen. Heb je liever naast de bediening met smartphone en tablet ook iets anders in de hand, dan heb je ook de Nookie FOB of FOB. Dat is eigenlijk een klein toestelletje, dat is deze,
die je gewoon in een sleutelhanger kan hangen en die ook geprogrammeerd wordt met een unieke code, waardoor je gewoon op een knopje kan duwen, net zoals een garagepoort die je open of dicht doet, waarmee je gewoon als je thuis bent, knopje duwen, deur los en je kan binnengaan. Als je dat liever hebt, geen enkel probleem. Je kan ook meerdere van die fobs koppelen, dus je kan ook bijvoorbeeld meerdere mensen in huis gewoon zo'n toesteltje geven. En dan heb je ook nog de Nuki Keypad. Een Nuki Keypad is een draadloze keypad die ook via Bluetooth verbonden wordt met jouw Nuki deurslot. En die keypad laat je toe om gewoon met een 6-cijferige code ook jouw deur te openen en te sluiten. En dat brengt wel ook wat extra mogelijkheden mee. Want bijvoorbeeld mensen die een tweede verblijf hebben, die een huisje hebben dat ze verhuren, een B&B, een hotel, een klein seminarieruimte zal ik maar zeggen. Wel, heel handig, je zet daar gewoon zo'n keypad mee aan de deur. Dankzij dat keypad en dankzij die 6-cijferige codes en dankzij het internet kan je op voorhand dus codes geven aan mensen die bepaalde toegang moeten krijgen tot jouw deur op bepaalde momenten in de tijd. Dus bijvoorbeeld huurt iemand een tweede verblijf, een huisje van mij aan de kust. Die persoon hoeft echt niet meer langs te komen bij me thuis om een sleutel te komen ophalen. Die krijgt gewoon via e-mail van mezelf een speciale code, een unieke code, waarmee die tussen een bepaald tijdslot gewoon die deur kan openen en weer sluiten. Uiteraard krijg jij ook melding, als je dat wilt, in de historiek van de acties die er zijn. En wil je dubbel checken als die persoon vertrekt, of dat ook de deur wel degelijk goed gesloten is, kan je ook gewoon in de app nakijken. Dus je hebt nog altijd dat controlemiddel nadien. Nuki werkt ook samen met het grootste B&B-platform online, Airbnb. Zij hebben daar ook een API mee, dus een afspraak mee gemaakt, een digitale afspraak. En je kan dus met Airbnb software ook automatisch, als iemand een kamer geboekt heeft, codes gaan toekennen enzovoort. Heel leuke functie als je dus op die manier graag wil werken en veel meer wil gaan automatiseren en papierwerk en administratie wil gaan verminderen. Het leuke is dus ook, zoals ik er straks reeds zei, je hebt geen stroomvoorziening nodig of ingewikkelde installatie. Die wordt gewoon geplaatst over je bestaande sleutel. En het systeem werkt op batterijen. En hoor ik je al denken, oké, batterijen, wat als die batterijen op zijn? Wel, Nuki garandeert dat je echt wel heel lange levensduur hebt met de batterijen. En in functie van het aantal keren dat jouw deurslot gebruikt wordt, zullen jouw batterijen ook opgeraken. Maar dan word je daar ook wel tijdig en heel vaak van verwittigd in de app. Is jouw toestel helemaal plat? Ja, dan zit je natuurlijk met een probleem, want dan kan je op een slimme manier jouw deur niet meer openen. Heb je een cilinderslot, een deurslot dat je langs twee kanten kan openen met een sleutel, kan je natuurlijk ook nog altijd langs buiten met de sleutel binnen, om op die manier dan de batterij te gaan vervangen. Maar, zoals heel vaak, heb je natuurlijk ook nog een achterdeur, een zijdeur, een extra deur enzovoort, waar je ook nog een sleutel van hebt en waar je gewoon daarmee zou kunnen binnen geraken. Dus er zijn voldoende mogelijkheden, mocht je echt helemaal zonder batterij zitten, om gewoon nog je woning binnen te geraken, uiteraard. Je hebt natuurlijk een gewone woning waar je gewoon een voordeur of een zijdeur gaat uitrusten met het Nuki-slot. Maar wat doe je dan met een appartement bijvoorbeeld? Hè? Ja, stel je voor, je zit op een appartement en je hebt eigenlijk twee sloten in huis. Hè? Je hebt je buzzer beneden om de mensen in de inkomhal binnen te laten. En je hebt eigenlijk boven je slot nog van je voordeur, zeg maar, voordat je echt jouw appartement binnenkomt. Wel, daarvoor kan je de Nuki Opener gebruiken. En de Nuki Opener is een toestel dat je aansluit aan jouw binnenmodule, dus jouw intercommodule, waar je normaal gezien jouw horen opneemt en gaat spreken met de mensen en op een knop duwt om helemaal beneden, zeg maar, de mensen binnen te laten. Wel, die Nuki Opener, die wordt daarbij geplaatst. En die neemt eigenlijk de functie van dat openen beneden over. Dus vanaf dan kan je ook gewoon van op afstand, eender waar, de mensen ook binnen laten, zeg maar, beneden. En dan plaats je gewoon op jouw voordeur boven aan het appartement zelf een normaal Nuki-slot. En op die manier heb je eigenlijk beide systemen bij elkaar en kan je dat ook gewoon met elkaar verbinden en op die manier gebruiken. Dus ook voor mensen met een appartement ook een heel handige oplossing, denk ik. Integratie, nog een laatste punt wat ik heel graag wil vertellen. Nuki heeft uiteraard een eigen app in de App Store. Die app is uiteraard volledig gratis. Maar je kan ook volledig verbinden met Google Home of Apple HomeKit bijvoorbeeld. Ga je dat doen, ja, dan ga je de functies van jouw deur ook gewoon overnemen in jouw Google systeem. Dus bijvoorbeeld met spraakopdracht jouw deur gaan openen of zo is geen enkel probleem.
Google heeft wel een extra security toegevoegd. Ga je via een spraakopdracht dus zeggen open mijn voordeur, gaat hij nog even vragen voor jouw persoonlijke code. Persoonlijke code die je in Nookie hebt ingesteld. Dus naar integratie toe ook een heel mooi product, een volwassen product om gewoon toe te voegen aan jouw Google Home. Dit zijn ze, de verschillende producten. Wij hebben ze in demonstratie, wij hebben ze ook gewoon op voorraad. En indien je dat wenst, dat is heel eenvoudig te plaatsen, maar indien je dat wenst, komen wij dit slot uiteraard ook graag bij jou thuis installeren. Wil je meer informatie? Bezoek dan zeker onze website technoguide.be. Wil je het product aankopen? Beschikbaar op de Technoguide Shop. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. Vanuit ons toekomstig smart home. We zitten hier in ruwbouwfase. Maar binnenkort kan je hier ook alle producten komen ontdekken bij Technoguide in Berlaag. Prettige dag nog. En misschien tot binnenkort voor een Nookie deurslot.